De nieuwe ronde van de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs is weer van start. Voor de derde keer op rij heeft de regeling twee pijlers. 1. Online onderwijs en 2. Open leermaterialen. Wil jij de kwaliteit van je onderwijs verhogen en wil je vooral werken aan online vormen van interactie en feedback? Dien dan een voorstel in voor de pijler online onderwijs. Binnen de pijler open leermaterialen dagen we je uit om samen te werken met vakgenoten in vakcommunities. Zo werk je samen aan collecties open leermaterialen en kan je inzetten op het hergebruik ervan. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.surf.nl/stimuleringsregeling. Oh, en als laatste schrijf 16 december 12 uur in je agenda. Dan moeten de voorstellen binnen zijn.